Welkom op mijn YouTube-kanaal voor kappers. Mijn naam is Wolfgang Webmeijer. Ik ben hoofdredacteur van Top Hair en trainer en coach voor de kappersbranche en de andere kleine ondernemers. En deze keer heb ik het over winst maken. En als dat een thema is waarin jij geïnteresseerd bent, blijf dan even kijken. Het zou kunnen dat dan het een of ander voor jou duidelijker wordt. Het zou kunnen dat jij het verschil tussen netto winst en bruto winst niet zo goed weet. Of dat je misschien helemaal niet weet hoeveel winst je in de zaak maakt. Winst is namelijk belangrijk om buffers aan te leggen, financiële buffers voor tijden die slechter zijn. En winst is ook belangrijk om op den duur te overleven. Ik wil je nu even iets laten zien. Stel, er komt 100 euro in jouw kassa. Dat is ook iets wat je je medewerkers kunt uitleggen. Dus er komt 100 euro in je kassa. Wat van die 100 euro is voor jou? Wat is voor lonen? Wat is voor kosten? Kijk eens even. Beste kappers, van 100 euro die bij jou in de kassa binnenkomen door een klant, is ongeveer 10% voor de huur, 10% voor de inkoop van de producten die je in de zaak gebruikt. Ik bedoel niet de producten die je verkoopt, maar dat zijn die producten die in het putje verdwijnen. Dat zijn shampoos, conditioners die je in de zaak gebruikt tijdens het wassen. Het zijn kleurmiddelen, dus verf die in het putje verdwijnen. En ongeveer 52% van die 100 euro die bij jou de kassa binnenkomen, dat zijn loonkosten. Ik heb niet alle kosten hierop gelist, maar alleen de belangrijkste, namelijk de huur, de inkoop en de lonen. Het is logisch dat er ook nog andere kosten bij komen en dat is ook logisch dat er nog belastingen betaald moeten worden. Die heb ik even niet in deze opstelling meegenomen. Wat belangrijk is, dat is de winst. En dan gaat het hier om de netto winst van 5% tot 10%. Dus dat is de winst die overblijft als je alle kosten betaald hebt. Heel veel kappers zeggen, ja, maar ik heb een hogere winst. Ik heb 35%. Nee, dat is niet de netto winst. Dat is dan de bruto winst. En van de bruto winst moet je minimaal nog je belastingen betalen. Maar een netto winst is dat wat aan het eind van de rit overblijft. En 5% tot 10%, dat is als een kapper het heel goed doet. Ter vergelijking bijvoorbeeld, supermarkten maken niet meer dan 2% netto winst. En ook zo'n bedrijf als Volkswagen, die verdient aan een Golf ook niet meer dan 2% netto winst. Dus 5 tot 10% is toch behoorlijk. Maar hoeveel kappers hebben dat? Nou, ik heb cijfers gelezen van de Belastingdienst dat ongeveer de helft van alle kappers 0% winst maakt. Hoe komt dat? Ja, ze hebben hun kosten en hun inkoop, dat hebben ze niet onder controle. Waar ik het ook nog even over wil hebben, dat zijn die 52%, dus dat is ongeveer de helft van je omzet, van die 100 euro die nu bij jou de kassa inkomen, die heb je nodig voor de lonen. Voor je medewerkers, maar ook voor de loon van jou. En in dit geval, 52%, daar is de ondernemersloon, de gewaardeerde ondernemersloon, zit daar al in. Ik heb hier de loon berekend die je zou krijgen, de ondernemersloon die jij zou krijgen als je ergens anders zou werken als bedrijfsleider. Nou, ik zeg ook altijd tegen de kapper, haal niet elke maand maar wat uit jouw kassa. De ene keer doe je veel, de andere keer doe je weinig, want dan heb je geen overzicht. Neem elke maand de loon voor jezelf die je ook zou betalen aan een bedrijfsleidster. Dus dat is de vaste loon die je elke maand uit je winkel zou moeten halen. Aan het eind van het jaar, als je ziet dat je winst 5 tot misschien wel 10% is, dan mag je uiteraard van die winst die overblijft, mag je weer je eigen loon verhogen als je dat wilt. Want die winst die later overblijft, die kun je dus of privé wegsnoepen, die kun je ook in de zaak laten staan als reserve. Daar kun je ook voor sparen voor een verbouwing. Nou, wat je daarmee doet, dat mag je dan zelf weten, want het is jouw zaak. Nu nog even naar de huur. Als je zegt, nee, ik heb geen huur
Ik heb een eigen pand en ik betaal een hypotheek. Dan is het logisch dat ongeveer die 10% van je omzet naar je hypotheek gaat om die af te betalen. En dan kun je zeggen, ik heb en geen huur, maar ik betaal ook geen hypotheek meer. Kan ik dan 10% goedkoper worden? Nee, liever niet. Want dan is die 10% voor rendement. Want je hebt natuurlijk daar je hebt een kapitaal in je winkel gezet, je hebt een pand gekocht, dat heb je afbetaald, daar heb je voor gewerkt. Je zou ook dat kapitaal kunnen nemen om het ergens te beleggen. Dan heb je ook een rendement. Toevallig beleg je dat geld in je eigen zaak. Dus wil je ook uit je eigen zaak een extra rendement halen. Dat heeft niks te maken met die 5 of 10% netto winst die je uit je omzet haalt. Dat is gewoon rendement op een belegging. Op jouw winkel. De inkoop, ja, weet je, dit zijn cijfers, gemiddelde cijfers. Hè? Die huur, dat kan ook bij jou 12% zijn. Ik heb zelf ooit een kapsalon gehad die ik heb geadviseerd. Die had 25% huurkosten. Nou, die heeft dat niet overleefd. 25% huur, dat zijn veel te veel kosten. Daar kun je niet tegen aanwerken. De inkoop. Dat zijn, ja, dat ligt er maar aan wat je voor een bedrijf hebt, voor een haircarebedrijf en hoe duur de producten zijn die je daar inkoopt. Het kan uiteraard meer dan 10% zijn. Het kan uiteraard ook minder dan 10% zijn. Hoe weet je nou hoe dat bij jou is? Ja, dat kan ik natuurlijk van hier niet zien, maar dat kun je wel aan je boekhouder vragen. En vraag vooral je boekhouder naar de cijfers. Hoeveel procent is dat? Want dan heb je een betere overzicht. Als je bijvoorbeeld zegt, ik heb 10.000 euro winst. Ja, wat moet je daarmee? Wat is dan 10.000 euro winst? Is dat 1% van je omzet? Of is het 10% van je omzet? Jij moet weten, de verhoudingen zijn zo belangrijk om te weten. Van hoeveel van die 100 euro, van elke 100 euro die bij jou in de winkel binnenkomen, hoeveel betaal ik daar voor mijn huur en voor je inkoop? Dat is zo belangrijk. Ja, beste kappers, ik hoop dat het een beetje duidelijk is geworden hoe dat in elkaar zit. En ga naar je boekhouder. Of kijk in je automatiseringspakket, want de meeste automatiseringspakketten kun je dat soort cijfers eruit halen. Maar het is dus gewoon belangrijk. Hoeveel winst heb je en wat doe je ermee? En ook deze cijfers zijn ook heel interessant voor je medewerkers. En als je met je medewerkers daarover wil spreken en je wil geen cijfers noemen, dan kun je procenten noemen. Want zij hoeven niet per se te weten hoeveel 10% winst of dat 10.000 of 100.000 euro is. Maar om de verhoudingen duidelijk te maken bij jezelf en bij je medewerkers, heb je zoiets nodig. Ik wens je voor volgende week heel veel wijsheid en wij zien en spreken elkaar weer volgende week zondag. Dag, dag.